Ontwikkelingen op de Bulkweg 8 op industrieterrein Laterstein in Tiel, beter bekend als het voormalige terrein van de firma Duits, heeft de gemoederen flink doen laten oplopen. Dit komt omdat het terrein is aangewezen als mogelijke locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente worstelt al jaren met verschillende locaties om het arbeidsmigrantenvraagstuk op te lossen in Tiel. Cafra BV, een bedrijf gelieerd aan Otto Workforce, heeft het terrein onlangs gekocht om de mogelijkheden te onderzoeken voor de huisvesting van arbeidsmigranten, dan wel het plaatsen van bedrijfshallen op het terrein. In een nieuwsbrief die het bedrijf heeft laten verspreiden bij directe omwonenden, wordt duidelijk dat het bedrijf de geplaatste mobile homes op het terrein daar neergezet heeft voor tijdelijke opslag en dat deze niet bewoond zullen worden. Cafra is betrokken bij de opvang van Oekraïnse vluchtelingen elders in het land. De centrale ligging van Tiel maakt het terrein geschikt voor tijdelijke opslag. En dat men de unit snel op de plaats van bestemming kan vervoeren, mocht dit nodig zijn. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de opslag bij de gemeente Tiel is gemeld en past binnen de bestemming.